Het is natuurlijk weer een nieuw jaar, of een nieuw najaar. Dat wil altijd zeggen een nieuwe Call of Duty. En in dit geval twee nieuwe Call of Duties. Want bij Infinite Warfare komt ook de Modern Warfare Remastered game uit. Het is een remaster van een game die inmiddels alweer bijna 10 jaar oud is. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk een ding waar fans al best wel lang om roepen eigenlijk. Ja. Eindelijk is de remaster van Call of Duty. Nou ja, we willen natuurlijk altijd terug naar de, ofwel het heden, ofwel de Tweede Wereldoorlog. Ja, en nou had Infinity Ward zoiets van, oké, dan krijgen jullie terug naar het verleden. We gaan 10 jaar terug en brengen nog een game nog eens een keer uit. Ja, maar ja, het is natuurlijk wel... Modern Warfare is echt wel de game waar heel veel mensen wel echt met een roze bril naar terugkijken. Oh ja, ook ik. Vol nostalgische gevoelens, want destijds was dat natuurlijk wel echt een knaller, omdat het deed heel veel nieuws. En dat zijn we niet echt meer van Call of Duty gewend. De afgelopen 10 jaar, nee, klein beetje in herhaling aan het treden her en der. Maar goed, ze gaan dus terug naar 10 jaar. Ja. Of ja, 10 jaar terug de tijd in. Ze gaan terug naar Modern Warfare 1 natuurlijk. Dan gaat natuurlijk één vraag natuurlijk opdoemen. En dat is van, hoe blijft die game überhaupt nou nog staan? Want ja, het is tof dat we teruggaan, maar is het ook nog wel... Is die roze bril een beetje... kan het voortdrijven op die nostalgie, hoe we terugdenken aan die game? Ja, nou, ik denk dat het er heel erg aan ligt hoe je met die game begint. Zeg maar, heb je hem nog nooit gespeeld of heb je hem al gespeeld? Want het is... De singleplayer is zo'n feest van herkenning van... Captain Price. Het begint dan met Captain Price en die missie op dat schip, zeg maar. Dat vond ik destijds zo vet. En het is gewoon nog steeds heel vet. En het helpt heel erg dat er grafisch gewoon echt heel goed uitziet. Het is... Ja, het weet niet Infinite Warfare, zeg maar, te halen qua niveau. Maar het ziet er gewoon echt prima uit. Nee, maar ze hebben wel echt... Het is niet dat ze zo van, oh, we gooien een shadertje eroverheen en dat is dan de remaster. Nee, je merkt dat die ontwikkelaar, Raven Software, er echt wel veel tijd in gestoken heeft. Want echt nieuwe belichtingseffecten en weet ik het wat. Ja. Sommige dingen kan je kapot schieten wat eerst niet kon. De audio is ook geremasterd, geloof ik. Dat gewoon alle guns, als je dat gaat vergelijken met oud. Bepaalde guns in de multiplayer zijn inderdaad van geluid veranderd, wat nu wel beter klinkt. Ja, iets voller, geloof ik ook wel. Maar allereerst de singleplayer is, het is gewoon weer heel vet om te doen, omdat er zoveel iconische missies in zitten. Ik vind dat tegenwoordig bij de Call of Duty's heb je dan wat minder dat je echt terugdenkt van holy shit, dat was zo'n vette missie. Ja, en als je vergelijkt met All Gillied Up. Ja, ik wou net zeggen, als je bij Call of Duty, als je begint over All Gillied Up, dan denkt iedereen, dat was zo'n vette missie. De eerste keer dat je door dat gras aan het kruipen bent, I'm gonna take the shot. Dat is gewoon nog even sterker als dat het toen was. Maar ja, tegelijkertijd merk je wel dat over de loop der jaren de Call of Duty's wel steeds beter gepolijst zijn en dat het allemaal steeds soepeler is. En ik heb een beetje het idee dat Call of Duty's heel erg op dat achtbaanrit element gaan zitten. Van, we willen één epische ervaring. En er is dan niet heel veel vrijheid, dan heb je wel één epische fucking achtbaanrit. Al is dat bij Infinite Warfare iets minder, dan heb je wel iets minder dat het allemaal aan één stuk door actie is. Oké, maar daarvoor check trouwens ook even de review van Infinite Warfare van Leo. Exact. En, het is inderdaad, over de loop der jaren is het steeds allemaal sneller geworden en zo. En dat is bij Call of Duty 4 dan iets minder. En ja, bij de singleplayer merk je soms dat het wat gedateerd is. Bijvoorbeeld vijanden die oneindig spannen totdat je die denkbeeldige lijn overgaat. Zulke dingen, dat heb je tegenwoordig minder. Dat is een beetje verouderd game design inmiddels. Ja, dus. Precies. Maar goed, dat moeten ze ook niet aan gaan passen, want dan ben je uiteindelijk Modern Warfare overhoop aan het gooien. Het is natuurlijk wel gewoon een remaster, het is geen remake. Nee, dus oké. Het is in principe dezelfde game. Nee, het blijft hetzelfde game. Het is een heel stuk mooier. Het klinkt een heel stuk beter. Maar goed, weet je, een van de meest belangrijke dingen aan Modern Warfare was natuurlijk niet die epische singleplayer. Het was natuurlijk ook die multiplayer. Ja. Hoe staat die nog overeind? Want ik geloof niet alle maps zitten erin. Ja, een gedeelte moet er nog bij komen. Dat gaat natuurlijk weer DLC worden. Nee, dat wordt gewoon gratis. Oké, dat is helemaal netjes. En wat daarnaast ook goed is om te vermelden is dat ze wat de multiplayer betreft wel een aantal nieuwe dingen hebben toegevoegd. Zoals de Kill Confirmed modus, want die kenden we bij Call of Duty 4 nog niet, maar die zit er nu wel in. Dat is wel beter ook. Plus dat je met bots kan spelen. Oké. Maar dat, eigenlijk wil je dat liever niet natuurlijk. Nee, maar dat is bijvoorbeeld met vrienden splitscreen is best wel tof om te doen. Ja. Of om gewoon eventjes maps te kennen als je... Ja, dat is op zich wel. Ja, oké, dat is op zich wel. Dus dat is gewoon een leuke toevoeging, zeg maar.
En verder multiplayer, het is wel weer heel tof. Het is beduidend anders als de laatste Call of Duty's, omdat als je dan Infinite Warfare speelt, super hectisch, allemaal heel snel, ja, springen, glijden, balrennen, weet ik veel, het wat. Heel veel customization, ja, veel verschillende modi. Je hebt natuurlijk die lootboxes, zullen we het maar even noemen, met die packs en dat je kan scrappen en zo. En als je dan teruggaat naar Modern Warfare, dan is het eigenlijk gewoon... Het is heel basic eigenlijk. Ja. En, 3 killstreaks die vaststaan. Ja. Ongekend inmiddels. Ja, precies. Hoe is dat dan? Nou, het is, qua gameplay is het allemaal wat trager, omdat je... Terwijl destijds was Modern Warfare natuurlijk de snelste shooter zo'n beetje. Dus dat is wel, ja, dat staat best wel haaks op hoe het toen was eigenlijk. Ja, maar voor toen was het misschien een snelle shooter, maar het voelt veel trager aan als een Call of Duty Infinite Warfare of een Black Ops 3 bijvoorbeeld. Maar omdat je niet dat wallrun element hebt en zo. Ja, maar ik vond het gewoon nog steeds wel vet om te spelen, maar tegelijkertijd merk je ook wel dat het niet vroeger allemaal beter was. Want er zitten ook gewoon best wel wat bullshit dingen in. Bijvoorbeeld Martyrdom. Last Stand, die perks, echt, ik hoef het te noemen. En je weet gelijk wat ik bedoel. Ja. Het is gewoon... Ja, agonie. De ziekte der ja, precies. Was wel echt Martyrdom, ja. En bijvoorbeeld quickscopen was toen echt best wel makkelijk. Je merkt heel veel snipers zitten erin. Ja, tuurlijk. En je hebt bepaalde wapens die gewoon echt veel krachtiger zijn dan de rest. Zeg maar, de multiplayer was wel... heel vet, maar dat was ook gedeeltelijk omdat het allemaal nieuw was. En ja, er zitten best wel wat dingetjes in waarvan je denkt van ja, achteraf gezien... Die roze bril was niet helemaal verantwoord dus eigenlijk. Ja, natuurlijk, ja, we denken er fijn aan terug. Je speelt er nog steeds met plezier. Ja, nee, dat uit... Nee, maar natuurlijk, het blijft ook een Call of Duty. Dus dat is, die multiplayer zit eigenlijk altijd wel aardig in elkaar. Mm-hmm. Maar, ja, precies. Ja, oké, okay, je moet dus... Het is dus wel een... Het drijft natuurlijk een beetje op je nostalgie, merkt wel, maar... Je merkt wel gewoon een beetje dat het allemaal gedateerd is. Ja. Ook in de multiplayer bijvoorbeeld van die dingen tegenwoordig heb je... score streaks in plaats van kill streaks, zodat het ook loont om bij domination bijvoorbeeld control points te cappen. Wat wel fijn is, want anders doen mensen dat gewoon niet. Dat is ook zo, hè. En in Call of Duty 4 heb je dat bijvoorbeeld niet. En dan heb je ook, als je dan de 5 kills hebt gehaald, krijg je een airstrike en dan haal je daar automatisch bijna weer 2 kills mee. Dus dan heb je ook gelijk die chopper. Ja, ja, ja. Waardoor je merkt dat eigenlijk de hele game lang er zo'n beetje UAV's in de lucht zitten. Want die heb je maar bij 3 kills al. Ja. Waardoor je altijd gespot wordt, wat soms best irritant is. Tenzij je een specifieke perk neemt natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus laat in de game, zeker bij het winnende team, constant airstrikes, choppers. Ja, oké. Okay. Maar dat is gewoon... Ja, oké, okay, destijds was dat natuurlijk helemaal de shit. Maar inmiddels zijn we eigenlijk meer gepolijste, beter gebalanceerde gameplay gewend. Dus ja, dat zal dan even wennen zijn. Maar toch loont het om de roze bril op te zetten en terug te duiken erin. Is dat echt waard? Het is gewoon heel vet om nog een keer te spelen. Zeker als je het gewoon al ermee bekend was. Ik vraag me wel af, als je nooit Call of Duty Modern Warfare gespeeld hebt, maar bijvoorbeeld ingestapt bent bij, weet ik wat, Black Ops 2 of zo, ja, maar dat... gewoon wat jonger bent, ja, nee, vooral dan, met de kids, dan ja, kan ik me voorstellen dat het best wel moeizaam is om die singleplayer te doorspelen, omdat het het loont wel omdat je die iconische missies hebt, maar het voelt gewoon niet zo gepolijst aan als de nieuwste Call of Duty's. Wat heel logisch is, want ze hebben zoveel jaren gehad om die ervaring steeds wat vloeiender, iets beter te maken. Ze hebben 10 iteraties gehad. En ja, het is vooral, het is een beetje, voor ons is het waarschijnlijk heel leuk om het gewoon weer terug die nostalgie in te duiken. Ja. Voor de kids die dus inderdaad, zoals je zegt, in zijn gehaakt bij Black Ops 2 of zo, ja, zou het best wel een zware pil kunnen zijn. En dan denk ik dat het meer de singleplayer dan de multiplayer is die de moeite waard is om te spelen. Omdat de singleplayer echt die hele vette missies heeft die je tegenwoordig misschien wel iets minder hebt. Ja. Terwijl de multiplayer, dan Modern Warfare 2 of zo zou dan qua remaster misschien interessanter zijn. Nou, dan heeft Activision dus volgend jaar weer iets. Nee, zou me sowieso niet verbazen natuurlijk als ze volgend jaar World at War of Modern Warfare 2 remastered gaan. Ik zou dan voor Modern Warfare 2 gaan. Wat was World dat of, ook? World at War was ook vet. Dat is sowieso weer Tweede Wereldoorlog. Nee, dat is per definitie vet. Infinity War all the way. Dus, sorry. Ja, vroeger, ja, de oude Infinity War. Vincent Pella. Ja, nee, oprecht. Het is dus, het loont wel voor sommige mensen, vooral als je de nostalgie erbij hebt, neem ik aan. Maar, ja, het blijft maar je moet nu natuurlijk sowieso best wel een diehard Call of Duty fan zijn om hem überhaupt te kopen. Omdat je hem alleen krijgt bij de duurdere versie van Infinite De Legacy Edition, geloof ik, exact, toch? Ja, oké. Okay, dus dat is minimaal €80 en dan krijg je hem erbij.
heb je ook wel Infinite Warfare, dus dan heb je wel een beetje best of both worlds waarschijnlijk. Omdat, ja, Infinite Warfare heeft gewoon een strakkere multiplayer. Maar je hebt dan ook alweer even die nostalgie van die, weet je wel, die singleplayer van 10 jaar terug, die toen zo ontzettend iconisch was. Ja. Maar het is wel heel zuur natuurlijk voor de mensen die niet zoveel hebben met futuristische Call of Duty, zoals dat tegenwoordig de laatste jaren is. En wel heel graag weer die hele vette missies willen herbeleven. Ja, kudos voor Activision. Ze troggelen wel even 80 euro van je af als je die oude shit wil weer. Maar wie weet dat in de toekomst je hem nog los kan kopen. Dat zou me niet verbazen als dat over een half jaartje of zo'n ding is, ja. Nou ja, oké. Dus wacht even als je echt alleen maar die nostalgie wil en niks van Jon Snow in de ruimte wil zien. Dan denk ik dat er ook nog wel aan zit te komen. Maar goed, dat gaan we dan zien. En tot die tijd gaan we gewoon lekker nostalgie snuiven met Modern Warfare Remastered. En een klein beetje ook Infinite Warfare doen wat het moet. On the side. Ja, on the side inderdaad. Side dish. Thanks, Leon. Graag gedaan. Ready up. Let's do this.